transitie. Afrondend. Ja, kijk, die 15 miljard, dat is wel populair. Dat is al debunked door onze minister van LVVN, waar u ook ongetwijfeld meer van zal horen. En, maar de onzin die ik hier ook weer hoor bij de heer Timmermans, nee, dat er te veel mest in de natuur komt. Te veel mest in de natuur, loze boeren dan gewoon mest in sloten. Is dat wat de heer Timmermans bedoelt? De enige... Voorzitter, ik zou graag... Weet je, die hoek die heeft gewoon helemaal geen verstand van deze materie. Dus die laat ik maar even links van mij liggen, zal ik maar even zeggen. Mest in de natuur. Weet u, voorzitter, wie mest in de natuur brengt? Dat zijn dus echt letterlijk de natuur bemest, natuurgebieden. Omdat die compleet aan het verschralen zijn op sommige plekken. Kunt u opzoeken. Dat is natuurmonumenten en staatsbosbeheer. Want iets wat groeit, heeft voeding nodig. Iedereen met een moestuin snapt dat niet iets op zonlicht en water alleen kan groeien. Ja. Dat je daar ook voedingsstof voor nodig hebt. Ja. Gaat u... oh. Voorzitter, ik raad mevrouw Van der Plas aan om gewoon zich even op de hoogte te stellen van de waterkwaliteit in Nederland. En dan te kijken waarom die waterkwaliteit zo slecht is. En dat heeft alles met nitraat te maken. En nitraat komt in de natuur via onder andere mest. Ja. Heel goed, dank u wel. Dan zijn we er helemaal bij. Gaan we nu luisteren naar de heer Wilders van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. En na de heer Wilders ga ik schorsen voor de lunch. Het woord is aan de heer Wilders. Ik moet een heel klein stukje laten. Ja, dank je wel.